Nieuwemond Suriname heeft vanmorgen 2 containers met medische benodigdheden overhandigd aan 3 ziekenhuizen. De donatie komt uit het project CURE, dat voortvloeit uit een samenwerking met het moederbedrijf in de Verenigde Staten. De ziekenhuizen die medische benodigdheden hebben ontvangen, zijn het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Slaans Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum. Nieuwmond geeft ondersteuning aan de medische zorg in gebieden waar het bedrijf opereert. Minister Amara Madin van Volksgezondheid is Nieuwmond zeer erkentelijk voor de donatie aan de ziekenhuizen. Project CURE, dat bestond niet nu, bestond al een poos, bestaat al een poos. En jammer dat het vorig jaar niet is doorgegaan, maar ik ben heel blij dat wij in ieder geval hebben gezien dat wij dit jaar wel dankbaar gebruik zullen en kunnen maken van de gedoneerde spullen. Ik begrijp dat het medische equipment is, medische verbruiksmiddelen, etc. welke de ziekenhuizen hard nodig hebben. De managers van de ziekenhuizen zijn hier en we weten als geen ander wat de dagelijkse uitdagingen zijn in de zorg, met een verzwakt systeem, met de weinige financiële middelen, met de weinige human resources en met de oplopende en vele besmettingen van COVID-19. En dat maakt natuurlijk die uitdaging compleet. Shirley Souma Sumter, directeur External Relations van Nieuwmond Suriname, zegt dat het bedrijf er trots op is dat zij weer een waardevolle bijdrage heeft kunnen leveren aan de gezondheidszorg van Suriname. In het kader van maatschappelijk ondernemen wil Nieuwmond zoveel als mogelijk een bijdrage leveren in gebieden die het nodig hebben, meent Souma Sumter. En we weten, gezondheidszorg is op dit moment een erg belangrijk onderdeel van onze samenleving die hulp nodig heeft. Vandaag hebben we het genoegen als Nieuwmond om de overhandiging te doen aan 2 instellingen. Er zijn in het kader van Project CURE 4 containers die komen. 2 zijn nog onderweg, 2 zijn al hier. Daarnaast hebben we na deze overhandiging ook een overhandiging aan BOG. De waarde van de donatie vandaag totaal is ongeveer $1 miljoen. En Simone Verweij heeft hiervoor gezegd dat Project CURE vanaf 2015 in Suriname opereert. We hebben van 2015 tot en met 2019, want vorig jaar is het ons niet gelukt vanwege de pandemie, substantiële bedragen gedoneerd in het kader van Project CURE. De donatie heeft een waarde van ongeveer $1 miljoen. Naast de donatie aan de 3 ziekenhuizen heeft Nieuwmond een donatie van 2 vaccinatiekoelboxen gedaan aan het BOG.